Het ministerie van Volksgezondheid heeft vanmorgen een Suriname Faith Leaders Consultation geopend. Het event wordt samen met de Pan-Caribische Partnership tegen HIV en AIDS, PANCAP, georganiseerd. Het doel is samen met verschillende religieuze leiders de sociale problemen met betrekking tot HIV en AIDS aan te vechten, zodat die in het jaar 2033 tot het verleden zullen behoren. Danielle Dokman, de coördinator van de consultation en dominee van de Evangelische Lutherse Kerk in Suriname, Elks, zei dat deze meeting het bewustzijn van de geestelijke leiders ten aanzien van het programma Justice for All van de PANCAP zal vergroten. Volgens Edward Green, speciale adviseur van de PANCAP, is tijdens de 21ste editie van de AIDS-conferentie in Nederland geconcludeerd dat het einde van de AIDS-epidemie in zicht is. But they also agreed that this will only be possible if science and action are accompanied by a commitment to responding to human dignity and ending injustice. These were the same sentiments that created the basis for the PANCAP Justice for All program in September 2013. I must say it was a month after Mr. Derek Springer was appointed as the PANCAP director. So literally this program was initiated as part of his leadership strategy. But the program, Justice for All, was really based on concrete evidence resulting from the UN high-level meeting political declaration in 2011. Maureen Wijngaarde van Dijk, directeur van Volksgezondheid, zegt dat na de AIDS-epidemie Suriname vooruit is gegaan. Maar we zijn er nog niet, benadrukt de directeur. Er moet volgens haar nog meer gedaan worden om deze ziekte verder de kop in te drukken. Medicijnen alleen zijn niet genoeg om deze dodelijke ziekte terug te dringen, benadrukt Wijngaarde. HIV is een STI. It's a sexual transmitted infection, a virus that is transmitted through sexual behavior. So we need safe sexual behavior. And that's where faith comes in. We need to have faith that when we practice safe sexual behavior, that it will keep us from getting infected. Of course, we need to do the other things too, safe blood, etc., safe medical practices. But that's why we have asked you to come to this consultation. Maureen Wijngaarde van Dijk, directeur van Volksgezondheid. Zij sprak vanmorgen tijdens de opening van de tweedaagse Faith Leaders Consultation. Deze is georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid in samenwerking met de Pan-Caribische Partnership tegen HIV-AIDS, PANCAP. De consultation wordt gehouden in de vergaderzaal van Jacana Wellness Resort.